ik ben Lotte Puijenburg, ik ben boerendochter. Nou, wij zijn hier met Tom Trans aangekomen met de vrachtwagen van Organex. En ik heb een stukje getypt. En dat wil ik nou aan jullie vertellen. Nou, hier komt het. Ik kom uit een familie die al generaties lang boer is. Ik wil ook nog een boer worden. Maar mijn ouders raden het me af, omdat er in Nederland geen toekomst meer zal zijn met dit kabinet. Wij boeren staan 7 dagen in de week, dag en nacht klaar om voor onze dieren te zorgen. We maken goed voedsel voor de consument met een betaalbare prijs. Maar de overheid neemt dit af door deze plannen. Wat doet onze overheid met ons? Ze willen ons weg hebben. Ze maken ons kapot en laten ons in onzekerheid zitten. Beste mensen, laat het niet zo ver komen. Laat Nederland weer Nederland worden waar onze ouders trots op waren en waar wij trots op kunnen zijn. Stem het kabinet met deze onzinnige plannen naar huis. Op 15 maart, stem ze weg. Wat een beetje op het stappen. Dankjewel, wat een inspirerende woorden. Ik denk dat iedere boer hier aanwezig warm wordt van zo'n jonge meid die zo voor de sector strijdt. Dank je. Yeah.